Welkom bij alweer de tweede vlog. En deze tweede vlog gaat over voeding. En dat is heel belangrijk. En ik heb een afspraak met Carlijn Geurts. Zij is diëtist bij het Erasmus MC en weet me alles te vertellen over voeding. Hallo Carlijn. Hi, goedemiddag. Goedemiddag, jij bent diëtist bij het Erasmus MC. Ja. En nou weet ik dat voeding is belangrijk. Maar waarom is het nou zo extra belangrijk als je in de nacht werkt? Nou, in de nacht is het juist ook heel belangrijk om te zorgen dat je je concentratie natuurlijk behoudt. Want je bent normaal al in je andere dag- en nachtritme. Dus in de nacht is het al lastig om je concentratie te behouden. En als je dan niet op je voeding let, dan kan dat eigenlijk nog lastiger worden. Plus je wil je stofwisseling ook gewoon op peil houden. Want anders kan je ook weer maag-darmklachten krijgen of hoofdpijnklachten. Dus dat zijn denk ik eigenlijk de belangrijkste redenen waarom het wel belangrijk is om op je voeding ook te letten als je in de nachtdienst zit. Ja. Ja. En waar moet je dan op letten? Nou, voornamelijk dat je een ritme aanhoudt, zeg maar. Dus dat je eigenlijk voor jezelf toch een soort ritme bedenkt, net als overdag. Dus dat je toch gewoon 3 maaltijden hebt met eventueel iets kleins tussendoor. En plus natuurlijk dat het ook belangrijk is wat je kiest in voedingsstoffen. Ja. Want we weten uit onderzoek dat koolhydraten eigenlijk juist je concentratievermogen kan verminderen. En het zijn juist eiwitten die heel belangrijk zijn om in de nachtdienst voldoende binnen te krijgen. En waar zitten die koolhidraten dan in? Je hebt hier een paar voorbeelden bij. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Halverwege je nachtdienst is het goed om toch een soort van lunch te nemen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan, ik heb nu even wat makkelijks genomen, een volkoren wrap. Ja. Belangrijk dat die volkoren is voor ook weer de vezelinname. Hier zit ook groente in, kip in voor de eiwitten. En voor een tussendoortje zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor noten. Het liefst ongezouten, want zout, weten we, dat is eigenlijk gewoon niet zo heel goed voor je. Dus dan moet je zo min mogelijk binnenkrijgen. Dus dit zou je als tussendoortje kunnen nemen. Ja. Nou zie ik daar een hele lekkere roze koek. Dat is vast een heel goed idee. Nee, helaas. Oh. Daar zitten dus heel veel koolhydraten in. Ja. En die kunnen er eigenlijk juist voor zorgen dat je vermoeider wordt. Dan krijg je vaak nog meer trek in zoet, in vette dingen. En dan hou je eigenlijk juist die vermoeidheid in stand. Hey, en heb je nog een bakje noedels? Ja, ik dacht, nou, dat wordt vast vaak ook gekozen. Omdat het ook en hier verkrijgbaar is in het Erasmus. En het is lekker makkelijk. Alleen de noedels, daar zitten geen vezels in. Qua groente is het best wel laag. En er zit best wel veel zout in. Ja. Dus ook dat is niet echt een gezonde keuze. Om dat als een soort van lunch of tussendoortje te nemen. Ja. Dus even terugkomend. Dit is een heel goed idee. Dat zijn de volkoren wraps. Ja. Ook hartstikke lekker. Veel groente en volkoren, dus veel vezels. Dit is voor eiwitten volgens mij. Ook, ja. En gezonde vetten. En gezonde vetten, dus die zijn ook hartstikke lekker. Wel ongezouten. En deze kunnen maar beter links laten liggen, denk ik. Ja, of bewaar ze voor een keer voor overdag als tussendoortje en dan niet te vaak. Okay. Nou, Carlijn, heel erg bedankt voor deze toelichting. Ik neem die wraps mee. En tot de volgende keer. Ja, dat is goed. Doeg. Doeg. Hey, hallo Loes. Hallo. Hallo. Wat heb jij hier voor mij? Mijn nachtdienstsnoepjes. Jouw nachtdienstsnoepjes. Ja, winegums. Ja, mijn guilty pleasure. Is dit het enige wat jij de hele nacht eet? Nee, gelukkig niet. Want dan zou ik echt instorten. Wat eet je dan wel? Meestal rond 1 uur of 2 probeer ik een boterham met soep te eten. Meestal kuppensoep. En aan het einde van mijn dienst brood of yoghurt. En dan ook in de auto soms nog wat om thuis te komen. Dus wel nog een gezonde tegenhanger. Ja. Hey, en hoe belangrijk is voeding voor jou? Goede voeding tijdens de nacht? Ja, het is voor mij wel echt belangrijk. Ik merk wel, het komt regelmatig voor dat ik zo'n zak al tegen het begin van mijn dienst naar binnen heb gewerkt. Ja. En dan heb ik echt enorme suikerdips en dan word ik een beetje lamlendig en moe. Ja. En als ik goed eet en gewoon een beetje verspreid over de nacht af en toe een snoepje neem, dan gaat het een stuk beter. En dan merk ik dat ik gewoon veel meer energie heb. Ja. En toch ook beter slaap daarna. Ja, want je let wel op je voeding, ja. Op goede voeding. Probeer het wel, ja. Oké. Okay. Hey, ik heb iets voor je. Die heb ik gekregen van onze diëtist Carlijn. Dit is een gezonde snackvariant. Ja. Dit is namelijk de wrap kip pesto met volkoren wraps. Ja. Die geef ik aan jou. En dan eet die vooral ook als een gezonde tussendoor. Proost. Proost.